Ja, nu hoor ik me wel. Hey mensen, even een klein foutje net. Ik had net ook een video opgenomen en mijn video was een beetje mislukt daar, omdat ik geen geluid had. Ik heb een hele grote update over de server. We zijn al aardig ver. We zijn ongeveer met huisjes bezig. We zijn ongeveer met dingen bezig al. Let niet op de vliegende bomen, die moeten allemaal nog weg. Die zijn allemaal zelf gemaakt. Behalve die heb ik dan zeg maar gewoon erin geplant. Maar dat is normaal, omdat je dan normale bomen erin kan planten. Fonteinen hebben we allemaal zelf gemaakt. Iemand vraagt het waarschijnlijk af, en dat zeg ik al voor de zekerheid, wat zijn deze oranje blokken? Die oranje blokken zijn eigenlijk allemaal waar een winkel op moet staan. Komen. Er staan daar al twee winkels en er komen er veel meer. Dus als jij het leuk zou vinden, heb jij een winkelstraatje straks waar jij misschien een winkeltje kan halen. Gemeentehuis, politiebureau, bouwbedrijf en alles. Bouwbedrijf is daar. Politiebureau. Gemeentehuis is daar zo. En het bouwbedrijf is daar bedoel ik. En inkoop en andere dingen zijn veel verder weg omdat dat meer lek gaat geven. Waarom hebben wij nou alles gekozen om uit de kaart te zetten? Is dat gewoon veel beter voor jullie? En wij zijn nog keihard bezig met alles. Mijn developer, die zeg maar de Mindtopia plugin maakt, wat je hier aan de zijkant al ziet met het scorebord, die is elke nacht tot 4 uur 's nachts bezig om alle dingen te schrijven voor jullie. Dus hey, alsjeblieft geduld, we zijn zo snel mogelijk bezig om alles af te krijgen. Het kan even duren, maar wij hopen het zo gauw mogelijk af te krijgen. Daarom wil ik dit video's nu even laten zien. Als jullie binnenkort nog meer willen, dan hoor ik het wel. Vergeet sowieso niet te liken en niet te abonneren en een reactie onderin te laten. En ik zal de website voor stafsollicitaties en alle sollicitaties plus de Discord even in de beschrijving zetten. Maar ik wens jullie allemaal een fijne Koningsdag. Een fijne Koningsdag. Laters.